Goedemorgen. Vandaag hebben we nog eens een hanenzetting hier in Waregem, op het Haverke. Zoals het er naar uitziet, gaan er nogal veel hanen zijn, dus we hebben een succes. En dat gaat nu in het kader van Stasie Kermesse hier op de wijk. En dat is iets die georganiseerd wordt door de Stasievrienden. En er zijn allerlei activiteiten. Er is een kunsttentoonstelling, gisteren was er Erfgoedcafé. Er is een quiz vanavond. Dat gaat ook samen met Open Monumentendag, we doen het samen met de stad. En dan is er iets aan het station in Vijven. Dus onder andere is er daar een escape room. En kunt u ook met een hoogtewerker kijken dus naar de mozaïek. Een vlasmozaïek die dus onder de hoogte is van het station in Vijven. Een hanenzetting, dat is te vergelijken met, dus misschien beter bekend, een vinkenzetting. Dus de hanen zitten in een bak en worden dus geplaatst in een rij op straat. Hier is dus op een fietspad, dus een autoluwe weg. En die krijgen dus 1 uur om ter meest. En er zijn dus 2 categorieën. Er zijn 3-ledige en 4-ledige. 3-ledige zijn dan heel kort, kukkeke. En 4-ledige is dan kukkeke. Dus. Maar eigenlijk draaien ze... dat is al een traditie die dus in feite 100 jaar meegaat. In het begin krijgen ze 100, 200, 300. Ja, nu gaan ze dus naar 2000, 3000. Dus we hebben hier ook een tentoonstelling, een kleine tentoonstelling met oude krantjes die dus vroeger bestonden. Dus er is vanaf, dat ging al dus vanaf de krulenier, de kraaier, het haantje, de kraaikrant, er waren er nog een aantal dus, van benamingen. En daarin stonden dan de aankondiging van de zettingen, dus van de plaatsen waar de wedstrijden doorgingen en ook dus de uitslagen dus de week nadien. Dus in het archief van Waregem hebben we dus een handse reeks van dergelijke krantjes en ander materiaal dus uit de geschiedenis van het aanzetten. Dus wie dus in feite iets wil achterhalen, dus wat er allemaal gebeurd is in het hanenzetten, kan dus in feite terecht in het archief van Waregem. Een hanenzetten, ja, dat is Vlaams immaterieel cultureel erfgoed. En we zijn dus hier in Waregem en dat doet dus eigenlijk terugdenken aan een traditie van vroeger, dus de jaren 50, 60, dus tot 70, dus waren hier regelmatig ook hanenzettingen, dus waren dus honderden deelnemers waren. Op een bepaald moment was er hier een kampioenschap van België op de hippodroom en de hanen stonden rondom de hippodroom. Dus er waren er een 500-tal deelnemers. Later hebben we er nog een, we hebben in, denk, het laatste dat we dus op de hippodroom gespeeld hebben is waarschijnlijk 2007. En dan waren er dus nog een dertigtal. Maar nu is dat nog aan het verminderen, dus het aantal maatschappijen vermindert ook. Dus nu denken we hier een 25-tal te hebben. En dat is eigenlijk al een succes, omdat er dus niet zo heel veel hanenliefhebbers meer bestaan. En ook dat ze dus in feite geconcentreerd zijn rond de regio Ardooie-Kortemark enerzijds en anderzijds rond de regio Kanegem. En die spelen dan nog altijd iedere week. Ja, de reden waarom eigenlijk het hanenzetten een beetje achteruit gaat, waar eigenlijk op het moment nog redelijk goed is, dat is ook omdat het aantal cafés vermindert. Dus die volkscafés die zijn schaars geworden. Dus vroeger, in ieder dorp was er dus regelmatig een hanenzetting. Maar nu is dat dus heel beperkt gebleven dus, of gekomen. De reden dus enerzijds dus het aantal volkscafés die dus verdwijnt. Dus hier hebben we dus nog Café Het Haverke, die dus... Ja, echt een volkscafé nog is. Onder andere gaan er hier ook vinkenzettingen door in de zomer. En iedereen kan er niet houden. Het is echt een ontmoetingsplaats dus van de regio eigenlijk. Dus dagelijks zit dat hier vol. Een andere reden kan ook zijn dat die zettingen gaan door in de winter. En 's morgen, de zondagmorgen. Dus minder en minder mensen willen de zondagmorgen op stap. Maar dat een heel aantrekkelijke liefhebberij is. Dus ze zijn dus de zondag gewoon samen in groep. Dus een vriendenkring eigenlijk. Dus ik heb hier ook gekeken dus bij het opstellen van de zetting. Dus de regio's leggen. Dus dat waren direct een stuk of 10 mensen die direct
mee helpen om alles klaar te zetten. Dus het is eigenlijk echt een vriendenkring. Dat is raar, hoe is dat nog? Dat is lang geleden, dus van wanneer zijn je eigenlijk begonnen met je Acribo? Ja, ik ben begonnen in Acribo in het jaar 64. 1964. En in rond het 70, denk ik, is uw vader bij ons in de beheerraad gekomen. Maar dan was dat nog echt hanenkraai. Nu heb ik vandaag weer voor een verrassing staan. Dat die naaste Hans die hier in die reken stond. De drieledige, ja. Dat was eigenlijk geen drieleden meer, maar Huck, voor mij is dat geen kraai meer. De discussie van de kruin is in feite al begonnen in de jaren 60, 70, hè? Ja, ja. Bij ons was er ook al discussie. In het begin waren dat allemaal Haans die vierledig kraaiden. Ja, minstens, ja. Minstens vierledig. Dan op een zeker moment zijn ze naar drieledig gegaan. En om het moeten we aan toeladen, of ik wat een klein beetje... samen met de voorzitter van de beheerraad hebben wij dat besproken voor daar zeker niet minder of drieledig te gaan. Maar dan waren er ook al mensen die we moesten uitsluiten, omdat de haans dus niet meer reglementair kraaiden. Maar nu heb ik gezien vandaag dat iedere kraai dat ze maken, die haantjes, dat dat allemaal reglementair is, maar voor mij verre van. Ja. Maar anders, die krijgen hier samen. Ja, dat blijft in feite wel een vriendenkring, hè? Die mentaliteit is altijd zo geweest, hè. Iedereen kende iedereen. En voor de zettingen werd er al een pintje gedronken. Bij de zettingen werd er afgelost. Zodanig. Niemand moest een uur aan een stuk tekenen. Dat was het grootste verschil bij vandaag. Ik heb gezien, vandaag wordt er niet afgelost. Ze hebben zoveel aflossers niet meer. Nee. Anders iedereen als zijn aflosser. Iedereen als zijn compagnon mee. Voor eventueel een keer af te lossen. Ja, het is een wintersport. Ja. En als je koud genoeg had, dan... deed een keer een teken met een elleboog en kwam er iemand anders in uw plaats verder tekenen. Ze zijn gezakt, dus een aantal, dus, anders waren er een zetting van 100. Nu gaan we dus, we hebben hier nog een goede zetting gehad van 22, maar waar zie je de reden dat het zo gezakt is? Ja, de grootste reden is dat de jeugd niet meer wel de s'morgens vroeg opstaan. Zonder man, ja. Normaal begint de zetting om 9 uur. En dan moet je om 8 uur al eruit. De jonge hassen, wel, daar moesten s'avonds om 10 uur thuis zijn. Maar nu zetten ze nog maar aan. En ze komen s'morgens om 6 uur thuis. Dan gaan ze er nacht niet opstaan van mij die nannen te gaan spelen. Ja. Dat is wel zo, hè? Dat is een van de redenen. Toen, in de tweede plaats is het ook wel zo dat die oudere liefhebbers, oftewel worden ziek, oftewel sterven af. En als je geen jeugd meer niet, automatisch vallen er maatschappijen weg. In mijn glanstijd, als ik secretaris was,
waren er 186 maatschappijen in, over West- en Oost-Vlaanderen. Maar ja, het is een liefhebberie die stelletjes uitsterft. Maar we zien dat eigenlijk met alle pluimvee. Duifliefhebbers zijn er ook al langs dan minder. De vinken. In tijden waren er zetting van 80-90. Dat is ook al verminderd tot een stuk of 30. Maar het gaat nu met komeling dat de weest is. Dat is een mooi sport. Dat wij graag hebben geoefend. Maar nu is dat voorbij. Hè. Laat maar daarop. Dankzij u wordt dat nog een keer beoefend. En hij zit ermee bezig met dat allemaal nog in stand te houden. Als zijnde een van de ouderwetse sporten die de gewone mens altijd graag heeft beoefend. We hebben nu zojuist Gerard de Smet gehad, de secretaris van Acriboom, maar in de jaren 64-70. En hij was een beetje kriegelig, dat hij zegt, dus ja, dat is geen kraai meer. Omdat dus in de tijd in 60-70, ja, dus het was 4 en 5 leden. Dus, ja. En nu zegt hij dus ja, dat is geen kraai meer. Wat is uw idee erover? Wel, de zang evolueert. Jaar na jaar natuurlijk, en ook ja, van in de jaren 60 natuurlijk, het 60 jaar verder eigenlijk dat we zijn. En nu hebben we eigenlijk nog 3 à 4-ledige handjes dat er mee gekraaid wordt. 5-ledige bestaat zelfs niet meer, dus dat is een volledige evolutie. Ook 60 jaar later is het ergens logisch dat er wat veranderd is ook. Dus ze hebben in feite continu gekweekt en iedere keer dus de meest kraaiende. En dat houdt hier in feite over de meest kraaiende. En eerst iedere keer de meest kraaiende behouden eigenlijk. Hè. Dus wat doe jij voor je handjes? Dus je zit nu in feite dus aan de top eigenlijk van de ding. Een beetje dus ik zie Duitsland. Dus zou je er eigenlijk al naar boven. Wat doe je in feite voor het onderhoud van je handjes? Goh, het onderhoud. Dagelijks eigenlijk aan de versgroensel. Verse groenten, dat varieert van wortelen, komkommer, rode biet, suikerbiet en noem maar op. Eenmaal de week krijgen ze vitamines ook. Het gok wordt iedere week volledig vervest. Dagelijks vers drinken. Dus ja, een beetje. Ja. Het is een passie zoals iemand een hond heeft of andere vogels heeft eigenlijk. Hè. Dus wat vindt u dat dus, de liefhebberij een beetje dus aan het verkommeren is? Ja, je ziet dat in veel sporten momenteel, zeker de oude volkssporten. Vroeger gsm, iPhone, computer bestond eigenlijk niet. Wij als kleine mannetjes gingen gaan spelen bij een boer en strot, bij wijze van spreken. Je had dan een waterput leggen, we bouwden een vlot. Ja, de dag van vandaag, de meeste jonge mensen hebben daar geen tijd meer voor, dus dat is al digitaal, digitalisering eigenlijk, ook zoveel jaar later natuurlijk dat we zijn. En het is erg jammer eigenlijk dat eigenlijk de sport zo eigenlijk een beetje aan het wegkwijnen is. Hè. Hetzelfde met de kwekers, we zijn maar met enkele kwekers niet meer. Veel mensen verwachten eigenlijk jaarlijks een haantje van ons, op lange duur eigenlijk. En zo blijft de sport eigenlijk in stand gehouden. Natuurlijk, dit jaar was het een minderjaar. Ik heb 6 gaantjes gekweekt. Dan kan je natuurlijk geen 8 weggeven. Want zelf houdt ook natuurlijk nog graag eentje of 2 over voor terug uit te kweken en voor het ras in stand te houden. Hè. Kun je een beetje uitdrukken, dus wat maakt plezier dat je er eigenlijk aan hebt aan de liefhebberij? Toch plezier eigenlijk, het onderhoud, het verzorgen ervan en dan natuurlijk de prestatie in het weekend. Het is net als een beetje in de vinkensport, ik speel met de vinken ook. En daar is het net hetzelfde, het verzorgen van de vogels en dan eigenlijk in het weekend naar de zettingen gaan. Om eigenlijk een goede prestatie te verwachten natuurlijk. Hè. Het vinken en de haan, dat stuit eigenlijk op bij elkaar aan, zeker? Hè? Ja, dat klopt. Ja. Als de vinken starten eigenlijk vanaf 1 april tot 30 augustus. En eigenlijk de hanensport start op 1 september tot 31 maart eigenlijk. Dus eigenlijk is het perfect combineerbaar eigenlijk, voor ieder liefhebber eigenlijk, om een jaar te kunnen in de riek eigenlijk zitten en te tekenen met de krijtje. Hè. Zie je er ergens een verschil tussen dus de vinkensport of dus de kring er rond en de hanensport?
De kring rond niet echt eigenlijk, want eigenlijk bijna iedere krulenier is eigenlijk ook een vinkenier dat hier aanwezig is. Het enige natuurlijk, het is wel moeilijker handjes te houden, omdat ze zeer luid kraaien. Je moet zeer goede geburen hebben, dan kun je kraai weer staan. Of je moet kunnen eigenlijk je handjes ergens afzonderlijk steken, zoals ik doe op weide. Van een boerke dat ik eigenlijk aan, dus ik heb dan mogen twee rennen zetten, het zetten de haantjes ook. Een beetje op de buiten eigenlijk. En dat is eigenlijk het verschil tussen de vinken en de haantjes. Bij de vinken kun je verschillende vinken op hetzelfde hof eigenlijk houden, maar bij de haantjes gaat dat toch niet hoor. Hoe meer de haantjes kraaien tijdens de week, hoe minder ze nog zijn kraaien eigenlijk in het weekend. En zeker eigenlijk nog een keer het gekrijs van de haan, 's morgens om 4 uur, 5 uur, ze zijn daar in volle periode. Niet iedere gebuur eigenlijk apprecieert dat eigenlijk. En daardoor is een beetje, mijn inziens, ook de teleurgang van de haansport. Zie je eigenlijk een oplossing om eigenlijk meer liefhebbers naar de liefhebberij te trekken? Goh, dat is zeer moeilijk eigenlijk. We proberen wij wel een deel van de mensen dat we kennen dan ook de vingersport beoefenen. Op Facebook, via eigenlijk de mediakanalen eigenlijk. Er waren hier vandaag enorm veel vinkenspelers langs de reek eigenlijk. Dat hebben jullie ook kunnen vaststellen. Oké, als er dat 1 of 2 of 3 tussen zitten, dan zeg ik potverdorie, dat zou misschien wel wat voor mij zijn. Oké, dan proberen we dat een handje te bezorgen eigenlijk. Een handje dat mee kan. Geen slecht handje eigenlijk. Dat ze zo eigenlijk vertrokken zijn eigenlijk in de haansport. Proficiat, de winnaars van vandaag. Dus heb de beker, dus de grote prijs van Waregem gewonnen, dus bij de drie leden, bij de drie leden, vier leden. Hoe was het? Hoe heb je de zetting gevoeld? Goed. Zuster daar een beetje last had van de witte hond. Ah. Van dat poedeltje van binnen. Ja, maar anders, goed. Maar dan heeft toch deur gekregen? Ja, hij heeft ons een met of drie stellen gegeven. Ja. Hoe hebt u het gevoeld? Oh ja, heel goed dat je in eerste speel kan niet slecht zijn. Ja. Ja. En weet je wat dat komt? Het was vrij veel gerucht en mijn nonne kruid vrij op de gerucht. Ik weet het wel. Dus eerst dat avond, die stond een beetje tegen de boon. En ja, eerst dat avond, die veel gerucht. En dat was misschien mijn voordeel. Hoe lang speelde je al met ons? 65 jaar, of 66 jaar. Ja. Eindelijk van mijn 6 jaar, dus in het weinigste heemte. Van de eerste keer dat ik zat, er waren 2 jaar dat ik eten van zo'n mannen. Ik kon dat onder mijn duim stoken. Ik had 2 keer, dat was alle 2 jongens. En de eerste keer dat ik hem zette, had ik er 646. Ik speelde de eerste met 200 voeren. Ik ben dat er maar 400. Maar ik heb hier nog kampioen van België gespeeld. En dat slaan, dan moet ik het tot één lijn. We zitten in 66 of 67. Ja. Maar bijna 1700 voor hem gegeven te huis. Ja. Dus ik kan er altijd goed meekomen. Ja, je doet het goed, jongens. Ja, dat, dat, maar ik doe er veel voor ook. Ja, en wat doe je dan ervoor? Alle dagen onze kust, alle dagen zijn er vitamine. Maar niet van een apotheker. Ik heb een appel, ik heb een sinaasappel, ik heb een rode biet, ik heb een suikerbiet, ik heb merkoen, van alle soorten, ik heb salade. Alle dagen is wat anders. Dat is heel divers voeding. Ja, ja, jongens, eet naar aarde. Wat doe jij voor de verzorging van de... Alle dagen vers water, vers eten. Ja, wat ik vind. Van groen, die reed zijn in of. En nu werd toch nog een keer tot de dak trekken van onkruid. Maar niet te veel van de zoen daar van deur aan. En nog vol van tafel. Maar geen aardappel naast. Omdat ze dat wel zo vervetten, maar anders uit. En regelmatig kust natuurlijk. Van, nu, maar ja, nu heb je met zo'n weer, we zo'n lusten kregen en ook. Hè. En toen je nou met een rood en loopt niet verder van. Maar ik heb niet veel plaatsen. En ik weet ik niet omdat ik plaatsen genoeg heb. Ja, ik weet het einde van de sociale week. En toch kan je niet veel doen, hè, anders. Maar ja, de gebeurt er allemaal mee. En dat maakt ook natuurlijk dat ze het wat vroeg buiten loopt mee. Zomers. Ik laat dat maar buiten rond nacht niet. Dat ze daar en dat de meest makker ze niet in dat ze lullen krijgen. En als de kotkuis het niet hoort, is ooit is leerd. Ze kunnen hem daar rustig niet horen. Ik hoor hem niet in huis, dus de waarste hoort hem ook niet in huis. Ja, we zijn eigenlijk heel tevreden met deze zetting. 22 haans dus. We hadden in feite niet gerekend op die 22. We hadden eigenlijk maar 20 pakketten verzameld. Dus we hebben er nog twee bij bestaan. Dus dat was heel goed. Er was heel veel volk ook langs de rij. Dus die komen kijken. Dus dat is... Ze hebben kunnen kennismaken hoe dat eigenlijk is.
bepaalde persoon, een aantal personen hadden dat vroeger nog meegemaakt. En we hadden ergens nog ergens de nostalgie. Anderen was dat voor de eerste keer dat ze dat meemaakten. En eigenlijk, dus ja, eigenlijk moet dat zo'n beetje propaganda zijn om mensen aan te trekken om toch ook over te stappen dus naar de liefhebberij. Weg van de jaarlijkse, de dagelijkse sleur van het werk. Dat is eigenlijk ideaal om u te ontspannen, om u een keer weg te zijn met uw hoofd. Je hoofd leeg te maken en bezig zijn met die haantjes. Dus de hanenzetting kun je dus eigenlijk wekelijks volgen. Dus er zijn de settingen in twee groepen eigenlijk. Ofwel in Ardooie Kortemark, ofwel in de regio Kanem. Die is dus wekelijks van dus begin september tot eind maart. We hebben dus ook een Facebookgroep, Hanenkraaiers. En daarin kunt u al informatie vinden. We hebben ook een blog, www.bloggen.be. Krieleniers. Krieleniers, dat was in feite dus de naam die in het begin, in de jaren 50 al in voegen kwam, als tegenhanger van Vinkeniers. Vinkeniers speelde met vinken, Krieleniers speelde met krielaantjes. Er worden hier vandaag 22 hoens, 16 draaledigen, 6 vierledigen, 4 van Naardrooien, 15 van Konnegem en 3 van Kortemark.